In de vroege morgen van woensdag 1 november 1944 landen de eerste eenheden van het 4e commando met landingsvoertuigen vanuit Breskes in de Vlissingse slijkhaven, codenaam Uncle Beach. Onder hen bevond zich ook de Vlissingse politie-inspecteur Van Nahuis. Samen met collega Strijland was hij op 20 september 1944 met door hen zelf vervaardigde en van veel valse stempels en handtekeningen voorziene formulieren naar Breskes overgestoken, zogenaamd om misdadigers op te sporen. De veerboot Vlissingen-Breskens was in die periode verboden voor burgerverkeer. In werkelijkheid waren zij in het bezit van een grote hoeveelheid strategisch belangrijke informatie over Vlissingen. Pas halverwege oktober 1944 konden zij namens het Vlissingse verzet deze papieren doorspelen aan het geallieerde commando in Zeeuws-Vlaanderen. De geallieerden volgden Van Nahuis advies op om de landing te laten plaatsvinden in de slijkhaven. Ook na de landing was hij als gids in de hem zo bekende stad van onschatbare waarde voor de geallieerde commando's. Als waardering is hem later het Britse Military Cross toegekend.